nacht was een groot succes. Het was verschrikkelijk vol met mensen. We hebben hier het terras vol gehad met mensen. En het eerste wat ze zagen ze boven kwamen was natuurlijk de transparante kerk. Het was echt van wauw, wat is dit? Geweldig. Een super beeld paste er precies op. Ons terras werd er gevoelsmatig ietsje kleiner van. Maar het was nog steeds heel groot. Er konden heel veel mensen op. En de sfeer was daardoor heel goed. Frank kon lekker in gesprek met mensen. De modellen kwamen uit de kerk lopen steeds. Dus het was een ongelooflijk goed beeld. En dan Bas Kosters die in de kerk zijn performance deed met zijn modellen. Ja, het klopte gewoon op de een of andere manier. Het was super.